We gaan het kasteel bevoorraden, want de winter is in aantocht. En we gaan zorgen dat er genoeg hout en eten klaar ligt, zodat we de hele winter door kunnen komen. Dus vandaag vragen we en de rest van de week aan al onze bezoekers om een voorraadzak mee te nemen naar de oude keuken, om het daar neer te leggen. Wat is de bedoeling wat ze gaan doen? Wat komen ze onderweg tegen? Ja, het verhaal is al ter ronde gegaan dat er inderdaad voorraadzakken rondgaan. Dus bedelaars uit de buurt, die zijn stiekem naar binnen gedrongen. En die proberen van de kinderen natuurlijk die zakken over te nemen. Ja. Door hele slimme trucjes in te zetten om te zorgen dat zij dus eten krijgen. Maar gelukkig, en dat hopen we dan ook, gaan onze kinderen van het kasteel dan ervoor zorgen dat die zakken allemaal op een veilige plek terechtkomen. En leren de kinderen hier ook nog wat van? Of is het alleen maar gewoon even voor de lol, zo gezegd? Nee, zeker niet voor de lol. Natuurlijk is het een groot avontuur en is het plezier heel erg belangrijk. Maar het is wel iets zoals het lang, lang geleden ging. Want ja, in de winter kon je bijna niet naar buiten voor de kasteelbewoners. Dus er moest genoeg voorraad zijn. Maar ja, als er voorraad is, dan komen daar ook de nodige indringers op af om dat te stelen. Dus daar gaat ons verhaal van vandaag ook dan over. Tot wanneer kunnen de kinderen de voorraadzakken aan blijven vullen? Deze week tot en met zondag zijn we druk bezig. Zondag hopen we alle zakken op de goede plek te hebben liggen. Dus we hebben nog hulp nodig. En als er nog kinderen zijn die ons willen komen helpen, is wel handig dat er wordt gereserveerd.